Goedendag terug iedereen, nu vertrek ik terug naar huis vanuit het stationsplein met de fiets richting de Vogelwaarde. Dus voor de liefhebbers van Streetview met de fiets is het wel leuk, even de beelden. Dat is 10 kilometer. Zo, ik ga nu de richting hier van de Havenfortparking. Zo, het Michel Stadsvat. Hier de locatie van de nieuwe skatebaan, al een tijdje. Dus dit is ook het wandelpad om terug naar Hulst busstation te gaan. Dus de andere kant van de stad. Opnieuw de prachtige herfstveel hier. Zo, eindpunt van het Michel Stadspad. Dan hier de Tivoliweg, rechterkant terug de richting Binnenstad Hulst via de dubbele poort. En dus hier verder de richting busstation. Thank you.
Zo, aankomst van de Zandstraat, dus de lijnbus hier, 7 dagen op 7. Drie kwartier uit Sint-Niklaas tot hier. Dus dat is de afstaphalte en dan ga je even te voet via het Michelstadspad op het centrum naar Hulst. Nee, alleen meer bepaald dan naar het Stationsplein. En na 15 minuten hier de lijn 20, dus de lijn 20 eenmaal per uur, de zaterdag en de zondag hier, is dat ja, de bus op het Nederlands gebied, laat ons dan zeggen, het gebied van Zeeland, er is weinig OV, en dan ook nog wel de lijn 19 richting Breda, met een stopplaats in Antwerpen. Ik ga terug naar de rand van Hulst, dus meer bepaald richting van de N290 om zo verder te gaan naar Vogelwaarde. Ja. Zo en hier, eindpunt Hulst. Dus een serieus stuk. Als je ziet, eenmaal dat je dus buiten de binnenstad bent. De Gontenissenstraat. Thank you.
hier heb je vaak de mensen die komen van Kloosterzande, Hengsdijk. Ik kan ook wel van Terneuzen zijn, maar bon, van Terneuzen blijf je vaak op de provinciale weg hier rechtdoor en sla je dan wel verder in aan de locatie Stationsplein. Het is momenteel 5:10. Dus hier kan je spreken nog van 3 kilometer zo tot het Stationsplein en naar België iets van een 8 kilometer. Hè. Ik ga een stuk van de polders doen, zo moet ik niet door te horen. Thank you.
fantastisch hier, he, die routes. Ver van alles. Een ongelooflijke fietsvrijheid. Zelfs om wandelingen te doen. Zo hier de N290 richting Terneuzen, dus ook met afslag Vogelwaard, dan de andere kant terug richting Hulst. Ik ga via de polders, ik kan natuurlijk ook wel deze route gebruiken, maar het is wel mooier voor de video dit hier. Thank you.
voor de locatie hier van de Margaretse Dijk. DVD, ja. Zeg, pak eens op huis, dat is ook iedere dag. Dat is een heel fit hier. Ja, dan voor Vogelwaarde naar links. Ja, ondertussen is de DPD daar aan de Vogelweg. Ik zie hem wel recht door wel een kilometer afstand. Dat is dus de Vogelweg richting Camping de Vogel.
en dus ook Hengsdijk. Hier heb je natuurlijk wel heel weinig verkeer. Dus zo dadelijk kom ik aan Rapenburg. Dus Rapenburg, de verbindingsroute van de provinciale weg een kilometer naar links tot het rechterpunt, de Vogelweg. Vaak drukke route met vrachtwagens op bepaalde tijdstippen in de week. Dus die landbouwroute, extra route, zou hier komen, waar juist weet ik niet, maar bon, alles is hier ergens. Om dus Rapenburg en de bewoners te verlossen van de drukte. Natuurlijk, wanneer er geen verkeersdrukte is, ik zie het ook wel op bepaalde momenten op mijn video's, ja, is het vreemd, hé, om te zeggen van die extra route. Maar bon, als je dan de verkeersdrukte ziet op bepaalde momenten of bepaalde dagen, dan zeg je dan direct van oei, nee, het is te druk. Dus een kilometer tot de provinciale weg, maar bon, hier feitelijk een paar honderd meters en je bent al uit de drukte en dan hier ook aan de rechterkant.
Dus deze zone hier, 9 kilometer van Hulst, 14 van Terneuzen. Dus aankomst Rapenburg. We zien hier terug zoals nu. Maar ik kan wel redelijk vlot door. De route is smal. Het is logisch dat er vrachtwagens komen in beide richtingen. Ja. En daar is al het eindpunt. Zo, dan gaan we ondertussen aan de Osdoornstraat. Een bijzonder gezellig dorp. Hè? Vooral ook omwille van de stilte. Hè? Dus hier vind ik dat een lawaaihinder van de provinciale weg. Helemaal niet. Van Rapenburg ook niet. Buiten natuurlijk de mensen die wonen aan Rapenburg. Maar voor de rest is het hier absoluut stilte. Met de auto is het 15 kilometer van de Belgische grens. Dus ja, dat is via de auto gebruikt. Dus ik vind het ook wel redelijk dicht. He. Wat is 15 kilometer? Oh, dat was even de Street View met wat vlogcommentaar. Hulststationsplein tot Vogelwaarde. Ja, dorp alleen binnen het centrum. Tot de volgende.